nog even met jou. Jij drinkt nu een Budos uit 2010. Hoe bevalt het? Lekker frisse bier. Budos, echt 2010. Mijn beleving is een zeer frisse bier. Frisse wit bier? Ja, zo ben je, ja. Het is een lood, het is wel wat zwaar voor je gegeven lood. Niet gewoon aangenaam. Voor de rest is die kleur voor mij toch vrij bleek. In principe heb ik natuurlijk ook geen probleem op te zijn. En ja, het is een echte rasbosmis in mijn beleving. We hebben gekozen voor categorie 1. Nou, daar past die 5 in. En de bedoeling is dat het een wijsbier is. Voor een wijsbier zou je net iets te weinig extra. Maar voor de rest is het een fantastisch bier. En wat bedoel je met ester? Esters zijn de wat vluchtige noten in het aroma. Denk aan misamine acetaat, ethyl acetaat. Lijkt een beetje aan gelpom, bananenachtige aroma noten. Wat de kracht is van die zou je in de wijsbier zeg maar, terug kunnen boven vinden. En dat vind je wel terug in je eigen vulpenaar, echt 2010? In mijn beleving wel, ja. Heel goed, de Budos is net besproken, dus ik ga over naar Harry Arts. Harry, jij hebt de Alfa Echt 2010, totaal ander bier. Hoe bevalt dat je? Het is een heel aangenaam bier. Het is boven gisteren, heb ik begrepen, van de bierbrouwer. Het stond niet op het etiket van mij. Het is aangenaam en het zit een beetje karakteristieke bittertje in. Voor deze tijd van het jaar is het heel aangenaam om te drinken. Dankjewel. Erik, volgens mij sta jij met een prachtig glas lindenboom in je hand. Niet zelf verbouwen, maar hoe bevalt het je? In eerste instantie is het lekker fris, maar het heeft ook een vrij bittere nadronk en een lekker blijf van. Zo ben ik kom je even. En die bittere nadronk, waar komt dat door? Bepaalde hops? Die bittere nadronk die komt van bepaalde hoppen die lindenboom gebruikt heeft? Lekker killen. Dat zal zeker wel opkomen. Nou, we zullen dat even aan de brouwmeester van lindenboom vragen. Wat voor hop heb je gebruikt? Ja, staat erop. Het type hop dat we gebruikt hebben is een combinatie van natuurlijk de extract uit Duitsland, van de Mekker hop, in combinatie met een speciale hop in Amerika, Slovenië, de Goldings en we hebben Cascade gebruikt. En die geeft ook een apart typisch karakter. Dat ruik je al op het moment dat je bier aan je neus zet, dan krijg je een bepaalde aroma naar boven. En bij de afdruk merk je duidelijk een hopkarakter. En we hebben de combinatie geprobeerd te vinden tussen bovengistenbier waarbij je dus ook nog de gist hebt en een combinatie van de hop die een bepaalde karakter in de boom had. Ja, en dan heb je je eigen bier heel mooi beschreven, maar eigenlijk was ik benieuwd naar jouw mening over het bier van Groningen. Een totaal ander bier dan wat je zelf gebruikt hebt. Een bier gemaakt van speelt. Hoe bevalt het? Bier bevalt op zich goed. Ik moet de collega positieve beoordelingen geven. Zoals de rest ook wel is het is een duidelijk witbier. De combinatie van tarwe met spelt is natuurlijk de spelt al heel moeilijk terug te vinden, omdat het al de smaak ondersteunt. Maar het geeft een typisch bovengistend witbier karakter. Frisse afdruk en enorm fruitig. Dus de gist heeft goede eigenschappen om een goed bier te kunnen produceren. Oké, dankjewel. Hier wilde ik het bij laten. Nog even één opmerking. Ja, niet iedereen heeft nog dorpen buiten. Ze zijn allemaal heerlijk streekgerechten te krijgen. Het mooie van Fabiane Brouwers is dat nog echte brouwmeesters in dienst zijn. Ze lopen hier rond. Dus als jullie vragen hebben over het bier dat ze brouwen, het echt 2010 of een van hun andere bieren, schiet ze aan. Dit is de kans. Heel hartelijk dank voor jullie komst. En nogmaals applaus en op jullie gezondheid.